een groot voorrecht om hier in de piste te staan. Wij genieten intens en ik hoor aan u dat u dat ook doet. Een hele kwaliteitsvolle rubriek in het kampioenschap voor de oudere hengsten. En in die rubriek 3, waar we 6 paarden meenamen, waren de verschillen ook heel klein. En in dit kampioenschap mochten ze opnieuw hun kunnen laten zien. En dat heeft erin geresulteerd dat we deze 4 hengsten, deze 4 kapitale hengsten, over hebben gehouden. Alle 4 kampioenskeuring waardig. We maken hieruit een reservekampioen en een kampioen bekend. En ik wil alvast zeggen dat de nummers 3 en 4 er weinig voor onder doen. Maar ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Reservekampioen is geworden een hengst die een heel goed achterbeengebruik laat zien, die veel jeugd uitstraalt, een sierlijke beleiding heeft. Reservekampioen hengstenkeuring 2023, ouder hengsten, wordt Tiemen 503. Ja, dat is een hengst die je nooit in de steek laat. Die loopt als een klokje, die opwaarts gebouwd is. Jurre, 4-9-5. Jurre, jouw en Jurre, 5. Kampioen oudere hengsten. En het is een 100% goede voorspelling, Henk. Hele lokkige gezichten. Ja. Het is prachtig. Jurres, Henk. Hans-Jurgen Niemeyer uit Bremen, de mooie eigenaar, die is natuurlijk ik uit te schroeven. Ja. Bij dit Saffoldse kampioenschap van Jurre. Ja. Daarmee toch ik, Norbert, die we natuurlijk ik ons herinneren als meervoudig kampioen. Ja, zeker. Ja, toch eigenlijk voorbij strippen. Ja, dat doet hij. Ja. Daar staan ze nog even door die shots. Ja, dat ben mooi. De broeders van Manen, Henry, even lachen, mensen. Rechts in Jan, beeld. Ja, dat doen ze toch al. Gemma van Sas, die de hiest bij hun riet onder het zadel. Een schema in de blauwe truitje. Ja. Ja, schitterend. Ja, is mooi hoor. Er wordt nog een feestje gevierd, dat weet ik zeker. Goed, Fokkers eigenaren, mag u weer eens nou ben je dus blieft, ruimte hè? Te maken voor dat de eronde van de reservekampioen. Maar ze weten, en er komt nog wat. Ja, er komt nog iets. Allemaal. Het kind nog een 2 heeft. Ja. Wat doe je nou in de tussentijd maar dat hinder? Mooi in de box zetten. In de box zitten? Ja. Ja. Mooi in deelt zetten. Maar die heeft al die festiviteit mooi, die heeft zo'n ding om mijn nek en kan alle, me voorstellen. Moet nou ik nog een ronde draven? Ja. Een ronde. Dat zo krijg je al je polonaise, zoals je lief. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Maar dan maakt hij nog een keer. Maar ja, goed, dat geen jurre. Ladies and gentlemen, the champion. Nou ja, dit is de vakantie, want het is echt wel voor ons. Ja. Voor ons allen, en voor het publiek. Jurre, 4, Jurre, 9, Jurre, Fjouwer, Jonge 5, Tiemen, is de kampioen van Oudere Hengsten. Tiemen is de reservekampioen. Het bent van prachtige kampioenen. Die hier op een schitterende manier de ere hebben die ze dik en dik verzinnen hadden. Een uniek moment. Dat is zo'n kapper. Daar zitten. En de boxing dus.